Ja, vandaag sta ik hier op Samen maken we Flevoland in Lelystad. En we hebben het heel veel gehad over hoe kan de overheid de burgers of inwoners centraal stellen. Ik ben hier als inbrenger vandaag. En ik denk dat het heel veel dingen herkenbaar was. En dat de overheid ook heel veel belangstelling had hier voor deze vraag. Wat een super idee om hier vandaag met meer dan 100 mensen te mogen praten over de toekomst van Flevoland. Het Rijk heeft allerlei ideeën, maar wij weten het echt beter. Ik hoorde super ideeën over waar je aan moet denken. Wat moet je doen voor de sociale samenhang? Hoe kun je ervoor zorgen dat je echt meer doet dan alleen stenen stapelen, maar samenlevingen bouwt? Wat doe je met duurzaamheid? Heel betrokken bewoners en instellingen die met ons mee nadenken. Dat geeft echt een mooie boodschap die wij mee gaan nemen gaan vertalen. Hallo, Thijs hier van Natuur en Milieu Federatie Flevoland. We hebben net op het congres met heel veel bestuurders en andere mensen hier gepraat over hoe Flevoland er in 2050 uit moet komen te zien. En daarbij is het belangrijk dat we onze voetafdruk verkleinen. En ook heel belangrijk hoe we met de bodem omgaan en wat er met die bodem wel kan. Wat misschien moeilijk wordt door de bodem. Nou, we hebben input verzameld en daar gaan we nu mee verder. En ik vond het een hele leuke dag. Mijn vraag is, hoe kunnen wij door middel van de overheid, het onderwijs en de markt, door middel van sociale cohesie, de wijk groener maken in de provincie? Goede ideeën gehoord? We hebben zeker goede ideeën gehoord. Zoals dat het initiatief vanuit de burgers moet komen. En om het zichtbaar te maken, zodat meer initiatieven zichtbaar worden. Ik ben Dick Luijendijk, ik ben vrijwilliger bij Wandelnet. Wij willen in deze provincie 200.000 nieuwe inwoners hebben. Die moeten toch kunnen recreëren, die moeten naar buiten kunnen. Deze provincie staat bekend als de minst populaire wandelprovincie. Wat zou het toch aardig zijn als we reeds nu begonnen met een infrastructuur te verbeteren voor het wandelen. Bijvoorbeeld door de relatie te leggen met het agrarisch gebied, de wandelknooppunten en de klompenpaden aan te leggen. Dat is nou de grote vraag, hè? Wat gaan ze ermee doen? Wat blijft hier nou van over, van deze input? Jij werkt bij de provincie. Ja, dat klopt. En hoe zou je dat het liefst terug willen horen? Op wat voor manier? Nou, ik hoop dat ik alle punten die ik ingebracht heb, dat ze zeggen, ja, dat is een goed punt. Ja. Neem we mee, gaan we uitvoeren. En dit wordt het. En wil je dan een persoonlijke uitnodiging of een brief ontvangen of nog iets anders? Ik denk dat ze gewoon dat ze het komen brengen bij me. Ja. Toch? Ja. Wat willen we zeggen? Wat gaan we zeggen dan? Wat gaan we zeggen? Over ecologie. Wat gaan we zeggen? Dat het zo interessant is hier. Dat wat er gebeurt, dat er zoveel mensen zijn. Misha. Misha. Oh, ja. En de boer op. Daar zit ik. Zie je, Misha? Kunnen we hem annuleren? Nou, wij zijn dus Theater Draad. Ja. Wij zijn Theater Draad. Dus basgitaar. Zo. Om de verbinding met de boer en burger te maken, nodig ik iedereen uit om bij Nicky Heijenboer, aan de Meulenweg 4, een dag mee te komen werken. Weten jullie wel hoe ontzettend leuk het is om voor dit event te mogen werken? Het is geweldig. Ik doe het geluid en het video, Koning Audiovisueel. Maar je had er eigenlijk gewoon bij moeten zijn. Ja, er werd mij net gevraagd wat ik nou een van de mooiste ideeën vond. Nou, het stikt hier van de goede ideeën. Maar één idee wat er uitsprong was, hoe kunnen we nou als samenleving wijken en de gemeente, maar vooral de wijken, duurzamer maken? En daar werd als één van de antwoorden gegeven, right to challenge. Misschien kunnen we het als samenleving wel veel beter dan dat de overheid het kan. Dus, lekker zelf. Goed idee. Hi, goedemiddag. Ik ben Jan de Haan. Ik ben statenlid voor de VVD. En ik vind het heel erg leuk vandaag om samen met inwoners, maar ook met boeren en met andere vertegenwoordigers in de provincie hier met elkaar over verschillende onderwerpen van gedachten te wisselen. Of het nou zorg is of groen in de wijk. Of hoe we omgaan met de landbouwtransitie. Wonen. Dus voor mij een hele nuttige middag om met elkaar in gesprek te raken. Dus ik zou graag dat nog een keer willen doen. Ja, ik werk voor het Flevolandschap, Natuurpark. En wat ik wil organiseren dat het plan van de grond komt, dat we vanaf Natuurpark tot aan Harderwijk één compensatiebos gaan realiseren. Of het mijn tijd zou uitduren als het maar gebeurt. .nl. Doe me nooit.
nooit. Wij maken een video. Ja. En Dietske over, weet waarover. Over duurzaamheid. Leveland. Samenwerking. Samenwerking. Luisteren. Rijk, regio, luisteren. Verbinding, een brug, toekomst. Weten wat er speelt. Weten wat en spelen wat er is. En spelen wat je is. Weet. Weten wat doen. Je speelt. Weten wat je speelt. Wij spelen ja, wat we blijven denken dat het onderwerp is. Flevoland in 2005. Hoe vond ik het? Ja, we zitten er nog middenin. Maar tot nu toe overtreft dat heel erg mijn verwachtingen. Die waren hoog, maar ja, wat ik zie, hoe iedereen met elkaar ideeën uitwisselt, kennis deelt. En ja, vooral de sfeer is ontzettend goed. Dus hartstikke leuk. Dag, mijn naam is Joop Haas van Waterschap Zuid-Zeeland. Ik ben hier op Samen Maken We Flevoland. Ik moet zeggen, ik heb enorm leuke en inspirerende gesprekken gehad met mensen uit onze eigen regio. Mensen die ik dus nog niet kende, maar die hele mooie verhalen hadden. En ik heb met twee mensen ook een vervolgafspraak gemaakt. Dus dat alleen al maakt dit tot een hele zinvolle en goede tijdbesteding. Dank jullie wel voor het organiseren. Ja, ik zie het helemaal voor me. Nou, prachtige dag hier vandaag met heel veel mensen die hier van hun passie willen getuigen. Die willen vertellen wat ze bezighoudt. En dan wil ik niet cynisch zijn, maar ik ben zo benieuwd als straks alles geëvalueerd wordt, wat dan die bestuurders gaan doen. Nou, dan zijn jullie samen. Jullie zijn samen aan bod. Ik snap heel goed wat meneer Van Tilburg hier zegt. Ik snap het. Nou, hij is niet cynisch, dat wil hij ook helemaal niet zijn. Maar ik snap het echt heel goed wat hij bedoelt. Maar ik kan u verzekeren dat dit niet gaat gebeuren. Dat er echt mensen zijn die hier rondgelopen hebben die wat met die boodschap gaan doen. Ik ben er eentje van en ik ben er persoonlijk pas spreker. Zullen we daarop proosten dan? Lijkt me goed. Hebben we geen glas hier, maar ja. Laten we het omhouden. Het was leuk. Het was heel erg leuk. We hebben echt prachtige discussies gehad. En nieuwe dingen gehoord. En ja, het was energiek. En ja, hard werken voor mij. Maar dat is mooi, want we hebben veel opgehaald.